Hallo, mijn naam is Guido Heesen en we gaan het hebben over sociale innovatie. In dit filmpje krijgt u 7 tips hoe u slimmer kunt werken. Alleen maar door de ideeën van uw medewerkers structureel in te zetten voor de verbetering van uw organisatie. Want stel je wil met sociale innovatie aan de slag. Hoe pak je dat dan aan? En welke zaken bepalen het succes? Hier volgen 7 handige tips voor het verzamelen van ideeën in een sessie met je medewerkers. Tip 1. Beperk het aantal onderwerpen. Bepaal maximaal 3 tot 5 thema's waarover je medewerkers wilt laten meedenken. Tip 2. Stel een hele duidelijke vraag. Formuleer een scherpe, duidelijk omlijnde vraag die de gewenste situatie helder in beeld brengt. Dit helpt uw medewerkers om in de goede richting te denken. Voeg ook reële randvoorwaarden toe om ervoor te zorgen dat de geopperde ideeën realistisch zijn. Want uw formulering bepaalt hoe haalbaar de adviezen zijn die u uiteindelijk krijgt van die mensen. Stel bijvoorbeeld een vraag als: wat moeten we aanpassen om tegen dezelfde kosten product A 2 keer zo snel op te leveren? Of: wat moeten we doen om de klanttevredenheid van doelgroep B met 20% te vergroten? Als randvoorwaarde bij dit soort vragen zou je kunnen stellen dat de bedachte oplossingen geen hogere kosten met zich mee moeten brengen. En met een concrete vraag en de juiste randvoorwaarden ontstaat er dus meer focus. Tip 3. Zorg voor een gemotiveerde groep. Dus wijs geen medewerkers aan, maar geef medewerkers zelf de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een sessie wanneer ze het onderwerp zelf interessant vinden. En zo ontstaat er vanzelf een gemotiveerde, gemengde groep mensen. Tip 4. Bepaal vooraf een duidelijk resultaat. Dus maak duidelijk in welke vormen u de oplossingen aangeboden wilt krijgen. U kunt uw medewerkers bijvoorbeeld vragen om een oplossing te bieden in de vorm van 3 concrete adviezen. Door toevoegen van de juiste randvoorwaarden zorgt u ervoor dat de oplossingen reëel en werkbaar zijn. Want hoe concreter uw vraag en randvoorwaarden, hoe groter dus de kans op succes. Tip 5. Creëer de juiste sfeer. Want de sfeer van veiligheid en vertrouwen is een voorwaarde om de sessie te laten slagen. Spreek daarom 1 basisregel af en dat is: alles mag gezegd worden. Wanneer uw medewerkers uit hun comfortzone stappen en kritisch zijn, reken ze hier dan ook niet persoonlijk op af. Want daarmee bereikt u alleen maar dat ze de volgende keer niks zullen zeggen. En bedank kritische medewerkers oprecht voor hun inbreng. Want dit stimuleert ook andere medewerkers om zich uit te spreken. Tip 6. Beperk uw eigen spreektijd of laat iemand anders de sessie begeleiden. En laat vooral de medewerkers, want dat is het allerbelangrijkste, laat vooral de medewerkers aan het woord. Stel eventueel open vragen om uw medewerkers uit te nodigen en hun ideeën te spuien en met elkaar in discussie te gaan. En pas alleen wel op dat uw medewerkers niet afdwalen en hou het doel goed voor ogen. Dus u kunt bijsturen of de begeleider kan bijsturen als de aandacht van het team uitgaat naar het probleem in plaats van naar de oplossing. Dit doet u door uw medewerkers bijvoorbeeld te vragen wat een oplossing zou zijn voor het probleem wat ze schetsen. En bijvoorbeeld wanneer ze de directeur zijn van uw organisatie. En ga ervan uit dat onwerkbare ideeën, dat uw medewerkers die zelf meestal onderling corrigeren. En gebeurt dat niet, dan kunt u bijsturen door te vragen hoe de genoemde oplossing past binnen de afgesproken randvoorwaarden. Tip 7, en dat is een hele belangrijke, zorg voor een volgende stap. Dat er werkelijk iets gebeurt. Want ontstaat er een goed idee, bepaal dan samen met het team wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. En check ook of de aangewezen medewerker voldoende ruimte in zijn of haar takenpakket heeft. En hoe concreter u communiceert over de uitvoering van het idee, hoe succesvoller het zal zijn. Nog 1 keer, de 7 tips, kort samengevat. Tip 1. Beperk het aantal onderwerpen tot maximaal 3 tot 5. Tip 2. Stel een duidelijke, goed omlijnde vraag. Tip 3. Zorg voor een gemotiveerde groep, dus stel geen medewerkers verplicht aan. Tip 4. Bepaal vooraf een duidelijk resultaat. Tip 5. Creëer de juiste sfeer. Tip 6. Zorg dat uw eigen spreektijd beperkt is of zorg dat u afwezig bent tijdens de sessie. En tip 7, zorg voor een hele duidelijke volgende stap. Mocht u meer informatie willen, vragen of aanvullingen hebben, dan hoor ik het graag. En ook ben ik altijd op zoek naar nieuwe, mooie voorbeelden of ideeën voor sociale innovatie. U kunt mij bereiken op Twitter via apenstaartje Guido Heesen of door te connecten op LinkedIn. En als u op de hoogte wilt blijven van onze andere video's en artikelen, schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief via de onderstaande link in de description. Of volg Effectory op Twitter, LinkedIn of Facebook. En heel veel succes toegewenst met het verbeteren van uw organisatie of teamprestatie.